La Rosière is een relatief onbekende te midden van de giganten van de Savoie. Het gebied kan zich niet meten met Les Arcs, Tignes, Val d'Isère of La Plagne, maar het heeft wel heel eigen kwaliteiten. De belangrijkste is dat het er altijd vrij rustig is. Vrijwel nooit wachttijden bij de liften en geen tienduizenden toeristen op straat. Gelukkig heeft men afgezien van het bouwen van afzichtelijke flatgebouwen en daardoor heeft het centrum nog enige intimiteit. Voor het skigebied heeft La Rosière zijn krachten gebundeld met La Tuile. La Tuile ligt net over de grens in Italië en heeft een interessant liftenaanbod. Om er te komen moet je over de kleine Sint-Bernardpas skiën. Je vindt er in het verlaten land nog een oude grenspost en een klooster. Van heinde en ver komen skiers naar La Rosière voor een lokale specialiteit, helikopterskiën. In het Aostadal is dat namelijk in beperkte mate toegestaan en de heli's vertrekken dan ook net over de grens. Voor sportieve skiers zeker een aanrader om een keer te doen. Langlaufers hebben hier niets te zoeken met slechts 12 kilometer loipen.